Oh, we zitten nu op Nobody's Land. Dan kunnen zo misschien zien, maar aan de vlag kunnen wel zien. Linkskant is het Amerikaans, rechts Amerikaans, deze midden is van niemand. Er zit ook een tegel in de grond wat erop staat. We kunnen overlopen. Got nothing down, and Taylor, whoa, right on top, slap.
collecting that some applause for you. So playing the back foot. And now knee over the back foot. Let's go.
Dit is het aquarium. Nou, deze beesten hebben dus oorspronkelijk hier heel Canada en Amerika veroverd eigenlijk. Veroverd. Ik moet eigenlijk andersom zeggen. Ik ben out of line. In ieder geval, die degene, dat zijn het samen koeien, behalve die ene, daar staat er geen groot met zijn bolmens op, dat is een stier. En wat er nog eens in rond, die ligt al links. In die vuur aan ligt de kalfje, dat heb je al gezien. Ik was aan het stieren, hè? Van het hooi. Ik heb vroeger allemaal over de prairie gebeest. Met de Indianen of de Amerikanen die aan het doorstoppen. Want dat was heel leuk. En die ligt al van het die kalf ligt maar plat, hè? Met mijn dun. Dat is zo maar schoon, hè? Doe wij even in het schip gaan? Edrie en Hans zitten daar nou in. Bij de stem van Edrie. Bij de stem van Edrie. Thank you.
Wat zit er nou welke? Ja, dat is nou een middel dan. Ik heb zelfs nog een broek geschreven, maar... Dat is zo'n ding, 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 en een duk. Nou wel. Hey, skip dat. Nu gaan we 4 meter hoger. Als ze recht op zijn. Oh, dat is een mooie spoor. Ja, dat altijd, hè? Ja, die aan 75 ook al op staan. Zul je lopen? Ja, ik denk dat wel. Ja, loop hè. Dan ga ik ervoor. Oh, you're a spirit.